Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Voor mensen die mijn kanaal al langere tijd volgen, die hebben vorig jaar, ergens begin vorig jaar, van mij een video gezien en ik zal daar een link naar maken rechtsboven in de hoek. Over een video over de Cubio 2. En het is een fantastisch apparaat, hardwarematig, softwarematig, echt dramatisch. En toen al was de wens sterk om hem ook op light burn te kunnen gebruiken. Nou, in die anderhalf jaar is er natuurlijk veel gebeurd. En een van de dingen die gebeurd is, is dat light burn dit apparaat ondersteunt. Echter, toen mijn bekende, van wie ik die Cubio 2 gebruikt heb en waarvan ik hem mocht testen en dat soort dingen meer, mij vroeg van hoe sluit ik die nou op Cubio aan. Toen zei ik van, oh joh, ik neem dat apparaat wel mee naar huis en dat doe ik wel even. Dat bleek niet zo eenvoudig te zijn als dat het was. Wel nu, ik maak deze video vooral voor mensen die dus een Cubio 2 hebben, Nederlandstalig zijn, want ik doe dit even in het Nederlands. En natuurlijk voor mijn vriend en kennis Alfons, die deze video altijd kan terugkijken als hij wil weten hoe hij die Cubio 2 kan aansluiten op Lightburn. Dat is wat ik ga doen. Wat belangrijk is vooraf, is dat je je Cubio aansluit op je netwerk waarop je zit. Of dat nou een zakelijk netwerk is of een privé netwerk, het zij om het even. Maar je laat hem dus niet zeg maar via de app op je telefoon of via de app op je tablet werken. Nee, je sluit hem aan op het internetnetwerk. En een dringend advies daarbij, en dat heeft redenen, zal ik zo ook uitleggen, is dat je hem een vast IP-adres geeft. Nou, dat ga ik je niet laten zien, want dat is natuurlijk met elke router en elke netwerk anders. Mocht het zakelijk zijn, vraag je netwerkbeheerder hoe dit te doen. Mocht het privé zijn, ga ik er even vanuit dat je dit wel ergens kunt terugvinden over hoe je een vast IP-adres aan een adres kunt geven. Waarom is dit nu belangrijk? We gaan namelijk een bestand maken waarin het IP-adres opgeslagen wordt. Ga je nou je router resetten en je hebt variabele IP-adressen, dus niet statisch, maar dynamische IP-adressen, dan zal die router na opstarten opnieuw IP-adressen uitgeven aan de apparaten die jouw internet gebruiken. En dus ook aan die Cubio. En de kans is dus extreem groot dat die daar een ander IP-adres aan geeft. En dan werkt dus dat initialiseringsfile, dat initialiseringsbestand niet meer. Omdat dat IP-adres verkeerd is, dan moet je dat weer gaan wijzigen. Zit je daar weer met de rotzooien en te klooien. Dus veel makkelijker is het om een vast IP-adres in te stellen. Het enige is dat je natuurlijk wel even dat een beetje bij moet houden. Want mocht je een keer een nieuwe router kopen, dan moet je natuurlijk dat allemaal weer omzetten naar die nieuwe router. Dat is dat wel. Ja. Maar vast IP-adres veel gemakkelijker. En het is dus van belang dat je dat vaste IP-adres weet. Iets anders wat van belang is, is natuurlijk dat op het moment dat we die procedure uitvoeren, die Cubio 2 ook aanstaat. En op dat netwerk dus is aangesloten. In het begin zou het nog niet zo heel belangrijk zijn of die uitstaat, maar op enig moment moet die herkend gaan worden. En dus ik, voor de veiligheid zeg ik simpelweg, zet hem aan, dan heb je daar ook geen omkijken naar. Oké, wat gaan we doen? We gaan in Lightburn, dat heb ik inmiddels opgestart, zien we hier. Ik ga in het tabblad Laser, hier rechtsonder, en daar kies ik voor apparaten. We zien dat hier allerlei Auto Laser Masters tussen staan. Dat zijn mijn eigen apparaten, de twee versie en de 15 watt is dat. En dan hebben we de 3 wifi en de 3 USB. De 3 heeft wat meer wattage. Maakt allemaal niet uit. Hier moet zometeen die Cubio gaan verschijnen. Ik kan je nu al laten zien, als ik klik op vind mijn laser, want die Cubio staat aan, zit op het netwerk, dus je zou verwachten, en dat is ook waarom het zo lastig was, je zou verwachten dat je zeg maar zegt, oh, vind mijn laser. Het apparaat is aangesloten via USB. Nou, dat is niet zo. Oké, maar ik klik toch over volgende. Hij gaat zoeken, maar we zullen zien, hij gaat niks vinden. Nou, dat is makkelijk. Kan nog niet, want hij zit niet op USB aangesloten. Dus ik doe cancel, weggezet, we zitten weer in dezelfde situatie. Nu pak ik handmatig aanmaken. Nu zeg ik van, het is een Cubio 2, dat is mooi. Die zit ertussen, dus ik doe next. Dan moet ik de maat
opgeven, want er zijn twee maten. Er is een plusversie en een gewone versie. En wij hebben dan die 300 bij 220 mm. Dus dat, mocht je dat niet weten, pak je even een meetlatje, meet je op hoe groot je werkbed is. En dan weet je precies welke het is natuurlijk. Dus ik klik deze aan en ik klik vervolgens weer op Next. Hij vraagt waar de oorsprong het nulpunt van je laser is. Dat is trouwens heel verraderlijk bij die QBO, want hij gaat naar rechtsboven terug. Maar hier staat wel links onderin aangegeven en ik kan het niet veranderen. Werkt overigens prima, zullen we zo meteen zien hoor. Geen probleem. Dus ik klik op Next. Dan gaat hij een resume opgeven van wat hij dan allemaal ingesteld heeft. En ik klik op afronden. Nou, dat is geen afronden, het heet Finish. Maakt niet uit, klik op Finish. Hoppakee, nu staat die QBO ertussen. Nu zul je denken van oké, dat is toch al geregeld? Nou, niet. Want nou ga ik het even sluiten. Dan klik ik hier rechtsonder. Hij staat nu op die Orto Laser Master 3 USB. Als ik daarop klik en ik klik nu die QBO 2 aan. Dan blijft hij hierboven staan. Disconnected. Hij is dus niet, hij ziet hem niet. Ja? Terwijl die QBO wel aanstaat. Dus het werkt nu niet. Oké, we gaan even terug naar apparaten. Wat ik nu doe, ik klik die QBO 2 aan en nu zeg ik, ik wil het bestand van die QBO 2 exporteren. Hier rechtsonder. Zo. Ik mag het een naam geven, ik noem hem even QBO test. En we blijven van die extensie af. Het is een LBDEF bestand. Een soort van INI bestand, dus met data erin die van belang zijn. En ik zeg opslaan. Voilà. Wat ik nu gelijk al ga doen, is die QBO ook gelijk weggooien weer uit Lightburn. Want ik ga straks die QBO opnieuw toevoegen. Dus ik klik hem aan, ik moet hem wel even aanklikken. Ik klik op verwijderen. Voilà, mijn QBO is weg. Ik klik op oké. En voor de zekerheid sluit ik nu Lightburn af. Dat hoeft officieel niet, maar ik sluit hem af. Je ziet van allerlei dingen voorbij komen, maak je niet druk. Maar hier is dat bestand, die QBO LBDEF. Ik doe rechtsklikken daarop. En nu kan je hem openen met, en dan kan je kiezen voor kladblok. Ik kies daarvoor een wat geavanceerde software, die overigens gratis is en gewoon gedownload kan worden van het internet. Dat heet Notepad++. Dus ik open Notepad++. En hier hebben we dat bestand wat daar zojuist aangemaakt is. Nu komt de tricky part. Hier zo in het midden op regel 15 denk ik. Ja, 15 staat info. Tussen haakjes, dan dubbele punt. En dan weer haakje openen, haakje sluiten, komma. Nou, ik klik precies tussen die twee haakjes in. En hier vul ik dat IP-adres in. En in mijn geval, dat is een intern IP-adres, dus je ziet niet heel veel bijzonders. 192.168.0.124, dat is het vaste IP-adres wat ik heb gegeven aan deze QBO. Nu zeg ik opslaan. Dus ik verander niets. Ik verander niets aan de toevoeging, niets aan de naam. Ik klik alleen maar op opslaan. Voilà. En ik sluit het bestand. Als ik het zeker wil weten, doe ik hem gewoon nog een keer openen. Ik zeg hem nog een keer edit with Notepad++. En dan zien we dat die waarde hier nog steeds in die regel in staat. Dus dit is goed. Ja? Nu ga ik terug naar Lightburn. Dus ik open Lightburn. Nou, mag wel groot openen, beetje raar. Oké, ik ga weer bij het tabblad lasers weer naar apparaten. Nu zeg ik importeren, want hij staat er nu niet in. Dat is heel belangrijk om vast te stellen dat die QBO er niet in staat. Ik zeg importeren. Ik pak die QBO test LBDEF. En ik klik op oké. Oké, nu gaan we even kijken. Ik vind het leuk dat hij bij mijn laser ready zegt, maar dat kan helemaal niet. Maar goed, hij staat nog steeds op die Orto Laser Master. Dus ik verander hem nu naar die QBO 2. Disconnected. Ah, en kijk. Ready. En dit is het werkveld. Nou, om het even definitief te testen. Ik ga even een tekst hier linksonder zetten. Ik heb namelijk een plaatje hout hier linksonder gelegd. En ik noem dit even QBO 2 test. Hoppakee, ik schuif dit eventjes dat het netjes in het werkveld staat. Ik geef het even, dat moet je natuurlijk uitvinden, hè? Maar een speed van 3000 mm per minuut met een power van 70% mee. En ik klik simpelweg op start.
En we zien dus gewoon dat de Cubio nu werkt. Dit, lieve mensen, was dus die werkwijze waarmee je de Cubio 2 kunt aansluiten op Lightburn. Je ziet ook rechtsbovenin dat hij busy is, met andere woorden, hij is bezig met dat te lezen wat ik hier gemaakt heb. En daarmee kunnen we deze video beëindigen. Want Cubio 2 werkt dus op Lightburn zoals we dat gewend zijn. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Ik hoop dat het leerzaam was voor je. Dag. En het definitieve eindresultaat. Gemaakt via Lightburn, niet via die brakke app die MuHertz, oftewel Cubio 2, levert, maar simpelweg met het vertrouwde Lightburn. Enige nadeel, dus de manier waarop deze laser moet worden aangesloten op Lightburn is heel erg slecht gedocumenteerd. Nou, bij deze een werkende Cubio 2.